Ja, het is helemaal definitief. De papieren zijn getekend, de overdracht is geweest. 2018 Special Olympics naar de Achterhoek. Daar zijn we heel erg blij mee. Fijn dat dat is binnengesleept. Dankzij de inzet van heel veel mensen kunnen sporters met een beperking in 2018 allerlei sporten beoefenen. En ik weet zeker dat behalve de sporters daar ook heel veel mensen in de Achterhoek heel erg blij mee zijn. Ja, daar ben ik blij mee. De Achterhoek net een nipstukje voor. En dan wordt die gekozen en dan merk je nu al het enthousiasme wat uit de Achterhoek als het ware naar voren rolt. Dat de mensen het geweldig vinden om het te gaan doen. Want wat staat de Achterhoek te wachten? Wij gaan voor de mensen met een beperking op allerlei fronten sporten organiseren. Van tennissen tot atletiek tot zwemmen, paardrijden, noem maar op. Veel verenigingen zullen daaraan deelnemen. Veel sporters zullen naar ons komen. Er komt een heel mooi Olympisch dorp bij Marveld Recreatie in Groenlo, waar alle sporters kunnen worden ondergebracht. Er zijn heel veel vrijwilligers die hun hulp aanbieden. En het gaat er uiteindelijk om dat mensen met een beperking een heel fijn weekend hebben, waar het gaat om winnen, misschien ook wel om verliezen, maar waar in ieder geval sportieve prestaties in de Achterhoek zullen worden neergezet. En wat kan de Achterhoek verwachten? Wordt het overspoeld met sporters? Ik denk toch dat de Achterhoek trekt. En dat het tenminste weer zoveel mensen worden als nu. En dat zijn er ongeveer 2.500. Misschien ook wel een leuk feest voor de Achterhoekers zelf. Ja, u kent ons. Wij gaan daar zeker ook ons voordeel mee doen en een feestje vieren. Dat zullen we zeker doen. Maar het zal ook hard werken worden om iedereen een goede plek te geven. Maar gelet op het enthousiasme wat er is. En we hebben 2 jaar de tijd om dat nog verder voor te bereiden. En als je ziet hoe hier op dit moment rond Nijmegen de Special Olympics worden georganiseerd, dan wordt het absoluut in allerlei opzichten een mooi feest.